Hey, ik ken jou. Niet. Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Vandaag ben ik weer in deze ruimte. Deze ruimte hebben jullie nog maar een paar keer gezien. Mijn belichting die is nog niet helemaal optimaal. Dus ik ben waarschijnlijk, als ik zo kijk, helemaal donker aan deze kant van mijn gezicht. Mijn audio probeer ik goed op te lossen hier. Het is nog een beetje een holle kamer. Dus vandaar dat het misschien hol klinkt. Maar ik heb het een beetje opgelost. Dus misschien dat het nu weer anders klinkt. Geluk, Willem is onderin. Wat doe je, Willem? Willem! Meneer. Hallo. Was u net ook bij het geweldige optreden van Wim en Wum? Van Wim en Wum? Ja, het zijn de bekendste artiesten van Roeveen. Zijn jullie Wim en Wim? Ik ben Wim en dit is Wim. Ja. Dat dacht ik al. Nee, ik was er niet bij. Oh, dat is jammer. Maar, moeten wij wat laten horen nu? Ja, oké, wacht. Dus ga je rang. Oké, dan pakken we even onze gitaar uit de auto, ja? Ja, ik wacht wel. Oh, hey, yo! Jij wacht weer over. Oh, hey, yo! Oké, meneer, ik stel wat anders voor. Het klonk een beetje belabberd, dit. Ja, meneer, ik stel wat anders voor. Ja. Deze meneer hiernaast, die kan dus heel goed met zijn mond een beat doen. Ja. En dan ga ik daar iets over rappen. Alleen dan moet ik weten waar ik over moet rappen. Moet ik over u rappen of... Over mijn baard. Oké, komt u, Wim? Je kan het. Deze meneer kwam aan in zijn Luma. Ik weet niet wat het was. Hij reed echt super hard. Hij reed zelfs door een plas. Iedereen al het water in zijn baard. Ik weet niet wat het is, maar is dit dat hij gaart? Oh, nou dan ga ik iets heel onbeleefd vragen. Ja. Heeft u een kleine fooi voor ons? Weet je wat het is, jongens? Ik heb letterlijk 1 euro op zak. Per. Hey! Hey, zullen we even afspreken? Ja. Hey, waar ben jij? Willem is nu bij Blokpark. Ja, bij Blokpark Bank, zeg. Als Willem nu vol gas gaat, dan rijdt hij aan. Waar ben je dan? Maar je ziet Willem niet. Willem, waar ben jij? Waar ben je die blauwe? Willem! Ja, gozer. Tjong, jij redt mij net ook aan trouwens. Willem ziet nu pas die nieuwe billboards. Ik trek er, jongen. Of we gaan eens kijken naar de juwelier. Dat kunnen we ook even doen. Jij hebt vanmiddag al gekeken, hè, samen? Klopt. Dus jij weet sowieso al misschien een paar dingen... Ja, klopt inderdaad. Yes. Top. Goed, dan hangen daar vast camera's. Dus dan is het tijd voor zo'n olieshack outfit. Ik zie er al redelijk, vind ik, net uit. Ja. Willem gaat even zijn olieshack outfit. Jij hebt een olieshack outfit? Absoluut. Ik kom al gewoon naar de juwelier. We komen alsof we niet eens bij elkaar horen. Komen we aan, oké? Precies. Een hoeren deftige outfit. Ja, ik zie er gewoon goed genoeg uit. Oké, hoe heet het? We gaan even langs de juwelier. Want dat is natuurlijk onze volgende stap. De juwelierszaak. Gaan we even kijken of wij foto's kunnen maken. En de camerabeelden kunnen bekijken zo. Dus we gaan er opgesplitst heen. Los van elkaar. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Hoe dat gaat verlopen. Maar we gaan even kijken. Ik ben al net. Alleen Willem die gaat zich even omkleden. Dat hij er ook helemaal net uitziet. En dan gaan we zien hoe dat gaat. Oké, we zijn aangekomen bij de juwelier. Ik kan er wel vast heen lopen, want we gaan er toch opgesplitst heen als twee losse groeperingen. Dat we niet opvallend met z'n drieën binnenkomen of zo, maar gewoon met z'n drieën zijn. Dus ik zet mijn auto even op slot en dan lopen we er even heen. Er zijn al een paar spots vanmiddag doorzocht door Rick volgens mij en door Samuel. Maar dit is hem, jongens. Dit is hem. Van Jelico. Dit is hem. Ik ben er al een keer ook eerder met Jeffrey geweest in mijn livestream. Maar het is toch mooi om even te spieken en even naar camera's te kijken. Zo, maar ik ga eerst even nu puur wachten op Willem en op Samuel. En een beetje rondkijken zodat ik niet verdacht lijk of zo. Maar als gewoon echt iemand die geïnteresseerd is om iets te kopen. Er is nog iemand in de winkel. Wie is dit? Hallo. Hoi. Wat doe jij nou hier? Ja, ik moest erheen komen. Oh ja, we moeten even een beetje rondkieken en zo, hè? Ah, ik weet het, maar waar is Piet? Ja, die komen er ook aan. De rest komt eraan. De rest? Ja, Willem en Samuel. Heb je auto gescoopt onderweg? Kijk, dat zijn de heren. Goedemiddag. Hey, goeiedag allemaal. Je bent van inspectie of zo? Nee. Willem is even aan het kijken wat hij voor zijn pitch kan kopen. Ik zie hier een camera, heb ik gezien. Er hangen sproeiers. Kijk, ik zie hier een camera, zie ik. Daar nog een camera. Zo, er zijn echt veel camera's. Ik heb er al 3 gespot. 3 camera's gespot. Hier, 10.000 euro voor een horloge. Ja, mooi, hè? En weet je wat hij doet? Hetzelfde als een horloge van 5 euro. Dat is wel veel licht hier, man. En daar zie ik nog een camera gespot. 4 camera's gespot. Kan ik wel makkelijk onthouden. 2 aan de rechterinzijde, 1 aan de linkerinzijde en 1 linksachterin. En daar blijft het bij, volgens mij. Goedendag meneer, waarmee kan ik u helpen? Werk jij hier? Nee, absoluut niet. Ja, zie je hier een deur met een pasje? Absoluut, het is door de inspectie. Deze deur, de deur rechts heeft geen pasje. De deur linksachterin heeft ook een pasje. Maar waar zou die grote diamant
zijn die Russische diamanten? Zou een Russische diamant hier naartoe vervoerd? Hij ligt er nog niet hoor. Maar waar zouden ze die displayen, zo'n diamant als dit? Ik denk niet echt hier, maar meer in de kluis. Dat die gewoon in de kluis bewaard zou worden. Dat is wat ik gok. Vijf mooie ringen. Nee, vier. Vier mooie ringen, meneer. Vier mooie ringen, ja. Precies. En kijk, je hebt hier van die horloges, zie je? En twee daarvan, die kan je gewoon zo open doen. Of ik bedoel, één daarvan kan je gewoon zomaar open doen. Maar twee daarvan, die hebben een soort codetje nodig. Snap je wat ik bedoel? Ja. Zie die prijs daarachter? Ja. 9.995 euro. Ja. Je hebt het natuurlijk over de deuren, de twee linkerdeuren. Eén uitgang, één ingang. Ventilatieschachten. Willen we het wel weer zien. Tot ziens. Ja, ik vind het ook wel mooi. Jij weet wat je gaat kopen voor je bitch? Absoluut. De bitch wordt gekocht. Nou, dan zitten we even en dan wachten we even tot hun weg zijn. Puur om het nog steeds niet verdacht te maken. Alsof ik er echt niet bij hoor. Zo, je kan trouwens ook wel een goede spot hebben, man. Omdat je gewoon hier zit. Je kan gewoon echt zien wat er allemaal gebeurt. Dat is echt goeie. Kijk, dit is de hele gang. We zijn hier met Mee, Samuel. Ik zie daar Ruud. Dan hebben we daar Willem. En dan zagen we net nog Piet lopen. Ja. Hoe heet jij nou? Ik. Ja. Ik ben Ruud. Manager Ruud. Manager Ruud. Nou, manager, rij je met mij mee of ben je met je eigen auto? Ik ben met mijn eigen auto. Ik heb ook een tijd zo'n kale pad gehad, maar het werd een beetje te koud. Ja, nou, ik moet wel zeggen, het is wel heel frisjes. Ja, dat geloof ik. Oh jongen. Oké, we hebben de dinges gescout, basically. Van binnen en van buiten. Maar we hebben nog geen omgeving gecheckt. Dus ik weet niet waar de rest is. Dus ik ga Willem heel even bellen. Even Willem bellen. Je spreekt met Willem Hunt. Je spreekt met Marcus Hunt. Nee, grapje. Hey Hunt. Wat doen we nu? Wil je nog buiten checken? Wist jij, buiten is niet heel veel te doen. Nee, oké. Okay. Wist jij de plek waar toen Willem naar de Riddler ging? Op die garage, waar je aan het wachten was. Waar je Willem hoorde. Ja. Kom daar naartoe. Nou, dan gaan we er even heen, hè. Goed, ze hebben we hier afgesproken. Of eentje lager. Nee, kijk, hier zijn ze al. Bol. Ik zag vier camera's en drie deuren, waarvan twee met de pincode. Precies. En één in- en uitgang. Dat is dus lastig. We weten in ieder geval nu dat als we erin gaan, dat we op dezelfde manier eruit moeten. Welke camera's we, als we het stil willen doen, mogelijk moeten hacken. Ik had al een beetje research gedaan. Ja. Ik zag dat er volgende week komt er een Russische diamant binnen. Ja. Een juwelier. Die waar we het over hadden. Ja, die komt volgende week komt die binnen. Er gaat meer beveiliging in de juwelier staan. Logisch. Vanwege die diamant. 24/7 bewaking. Ja, dat wordt dus echt moeilijk om die te pakken. Ja, het wordt wel pittig, ja. Het wordt wel echt een moeilijke. Maar een bankoverval is ons gelukt, dus dit moet ook wel lukken. Ja, dit moet zeker ook lukken. Nou ja, we hebben twee uitgangen. Of via waar onze auto's stonden, of met de trap. Maar dan zou je dus moeten kijken of je bijvoorbeeld de Sanchez van de trap af kan laten rijden. Als vlucht. Oh, je bedoelt eenmaal in dat straatje? Ja. Ja, die andere kant is inderdaad het trappetje. Hé, hey, Jordi. Ja. Ik denk dat de motor sowieso, net zoals bij de bankoverval, wel echt een goeie is. Maar dat is juist wat ze verwachten. Sowieso dezelfde outfit, dezelfde motoren, zodat ze geen clue kunnen hebben. Ja, iedereen moet er hetzelfde uitzien, inderdaad. Maar ik heb wel gezegd dat het leuker lijkt, denk ik, als iedereen eigen motor pakt. Daar in dat stelsel onder de snelweg, daar heb je twee wegen. Ja. Dus eigenlijk kan je daar heel goed splitsen. Je kan opsplitsen en nog meer verwarring veroorzaken. En kijk, weet je, dus als je 20 agenten hebt, maak je er gelijk 10 van. Dat. Per twee man. En je hebt waarschijnlijk één helikopter. Ja, die heeft één iemand. En als... Wie is dit? Ja, goedendag. Oh. Trek. Snitch. Ja, doe je helm eens. Hey, fuck hem. Vieze snitch. Hey, hou je snitch. 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 Jordi, je bent net zo goed als snitch. Ja, dat zeg jij bent ook een snitch. Hey, Rikler. Onder de snelweg heb je een paar betonblokken. Ja. En bordjes waar je gewoon, die even aan de kant. Dat klinkt wel als een... Goed iets. Ja, je hebt natuurlijk die ingang van de riolering bij het casino. Mm-hmm. Nee, dat is de uitgang. Maar, ja, weet maar je die andere heb ik als uitgang of als ingang zien. Weet je wat ik als mooie zie? Je kan bij die riolering halverwege met laddertjes eruit, toch? Dat kan ook. Ja, wat je dan kan doen is dan bij zo'n laddertje boven weer een auto neerzetten die totaal niks ermee te maken had. En dan halverwege dat ding omhoog klimmen in zo'n auto stappen en wegrijden. Maar weet je wat het is? Ik weet niet of de tunnel afsluiten. Camera door de grond heen kan kijken. Het is best diep hoor. Het is best diep. Ik denk het niet, nee. En er lopen ook leidingen met heet water, et cetera. Dat is ook zo. Maar, kunnen ze niet. Als je stel je zou die tunnel inrijden en iemand zou hem afsluiten, zoals we hetzelfde idee hadden als bij de bankoverval, weet je? Maar dan die kleine rioleringtunnels. Ja, maar weet je wat het is? De politie gaat niet mee die tunnel in. Nee. Maar dan gaan zij automatisch gaan zij naar de uitgang. Maar als jij nou halverwege eruit gaat en daarbij een auto instapt.
klopt. Dat is wel iets wat ze misschien niet kunnen verwachten. Het enige is dat je motor dan mee kwijt. Op zich zou zoiets in die richting... Kijk, we moeten natuurlijk nog uitwerken, maar... Dat zou op zich wel een goede les zijn. Ja, we kunnen er wel heen. Ik weet niet of iemand een motor... Ja, het is niet verstandig om nu met de motor erin te gaan rijden. Nee, niet verstandig om nu te doen. Maar om even te kijken naar ingang en uitgang alleen. Maar de politie, een zwaar bewapende eenheid. Ze hebben namelijk een RRT, een Rapid Response Team. Die kunnen nog wel eens een keer op een motor stappen. Ja. En ons volgen. Ja, maar dan heb je dat geval wat Jordi net zei, dat we allemaal apart op een motor gaan. Ik wil sowieso en dan moeten geen... ze kiezen. Ja, ik wil zoveel mogelijk die crossmotoren die bij de juwelier gaan staan, wil ik er zoveel mogelijk los hebben. Ik wil eigenlijk dat motor waar maar één iemand op kan zitten. Het voordeel wat we nu hebben vergeleken met de bank is dat we meer vuurwapens hebben. We kunnen even niet door die tunnels rijden, maar er langs. Ik wil weten waar die zijn. Maar de alle ingangen wil ik gewoon even zien. Ja, maar dan moet er alsnog iemand naar binnen. Stap jij bij mij, Willem? Wacht. Ik word gebeld door opa Gerard. Ik zei altijd dat ik weer tijd voor hem vrij ging maken, maar nu ben ik weer bezig. Wacht. Hey, opa! Jezus, alle magie van Schiljaard! Willem, zet jij maar vast de navigatie. Wat is er, Gerard? Hoe is het? Ja, wat is er met jou? Hoezo, wat is er met mij? Ja, gewoon, ik wou even met je babbelen. Ja, gaat wel goed met me. Ja, wat ben jij aan het doen? Ik ben met Willem op pad. Ach, nee. Ja. Met Willem! Met Willem. Met Willem. Met Willem. Maar hoe is het met je, Gerard? Ja, goed. Wat gaan jullie doen? We gaan even een rondje rijden met de auto. Daar hadden we zin in. Oh ja, gezellig. Mm-hmm. Nou, nee, ik wou gewoon even bijbabbelen. Even communiceren. Het is altijd heel lullig, maar als jij me belt, ben ik altijd bezig. Ja, waarom ben je altijd bezig? Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon druk leven. Hé, hey, Gerard! Oh nee. Wat is dit voor rare optocht? Hoezo? Ik weet niet. Hoort de jeep bij ons, Willem? Hoe is het, Gerard? Hé, Gerard. Hey. Heeft hij een smoothiebedrijf? Hij heeft een smoothiebedrijf met heerlijke smaken. We gaan hier met jullie rare gepantserde auto's zijn. Dit is geen... Hij is niet eens gepantserd hoor. Het is gewoon een normale. Maar dan gaan wij er vandoor, Gerard. Spreek ik jou zo meteen. Ik kom zo meteen terug, oké? Wacht jij maar hier. Blijf maar midden op de weg staan, oké? Oké. Tot zo. Weet je die kleine poort waar je naartoe gaat als je het rail ingaat bij de garage? Ik weet precies welke. Dat is bij Henkie's garage is daar, hè? Ja, gewoon erheen beuken, joh. Yes. Verzekering vergoedt het wel. Ja, daarom. Oké. Links. Links. Willem! Hier is het water, hè, Willem? Hier, oh, hier is links. Het. We staan nu bij de ingang. Wacht, Willem, zit de locatie. Dit is wel de locatie. Een goede dit is ingang. Een ingang of uitgang. Ja, dit is wel een goede, hoor, dit. Oeh. En het is heel breed. Je gaat skateboarden. Willem, pas op! Willem, jongen, gaat het met je? En hier zou je zelfs met een auto erheen kunnen, hoor, dit. Weet ik zeker? Ja, maar... We doen het niet, maar ik weet dat het kan. Wijsheid is. Oké, daar heb je mee, hier, hè? Maar je kan hier naar boven namelijk. En daar heb je water. Ja, hier is niks. Hier kom je alleen uit op water. Ja, maar dat is juist misschien een goed ding, hè? Ja, een plasje, goed. Ja, maar voor het duikpakken wellicht. Dit komt echt vanuit de dam. Dit komt vanuit de dam. Dat komt eindigt hier de dam. Ja. Onzin. Mees! Oké, we gaan er waarschijnlijk even doorheen rijden, toch? Maar we kunnen hier niet in met de GK, als een gek. Hoezo niet? Dit kan volgens mij gewoon echt prima, hoor, iedereen. Ja, oké, vooruit. Het is gewoon allemaal hard hier. Hé, stap in, Piet. Dit kan. Rustig. Het is gewoon stil. Daar gaat je bumper. Ja, maar ja. Oké, maar als je, als je op zand komt, dan is het zon. Ja, maar hier zit geen zand, man. Dit is allemaal hard. Nee, dit is allemaal hard. Kijk hoe ver we komen. We gaan gewoon heel rustig, joh. Althans... Ik krijg meer dat er geen laddersysteem is. Er is geen laddersysteem? Pot geslagen. Oh, kut. Oké. Wij gaan nog eens heel even doorkijken met Luma. Met de ladder. Oh ja, kijk, gast, die ladder is helemaal kapot. Oh, neuk. Die ladder is helemaal kapot. Oh, deze is al minder stijl. Het scheelt. Het is nu nog breed. Voor met de auto, maar ja, hier wil je niet met de auto komen. Er is een splitsing. Komen. Er is een splitsing. Die splitsing meteen, kunnen we pakken. Oké. Hey, what the fuck? Wie is dit? Hey, we staan bij jou. We hebben jouw G-klasse staan wij, Jordi. Wie is hier gekomen? Jordi. Ja, we zijn allemaal veel te net gekleed eigenlijk voor dit, maar dat komt omdat we net vanaf de juwelier komen, maar dat is niet zo erg. Ja, we zijn nu gewoon aan het rondlopen, het is water hier, nee, je wil inderdaad eigenlijk niet rijden, het is net te veel water. En kan wel met zo'n Luma, kan absoluut iedereen en makkelijk zelfs, maar hey, daar heb je ze al. Zo, hoe snel? Wat fuck, heb je snel gegaan? Holy shit, ik ben echt fucked up, snel! Maar dat, ja, dat zou je dus denken, degene met de diamant hier de trappel. Ja. Ja, maar hierboven... Ja, nee, wat is hierboven? Uitgang. Geen uitgang, maar... Wat is hier dan? Diamanten, weet je hoe fucking slim dit is? Hier kan ze echt niet kijken. Nee, hier gaan ze echt niet kijken. Daar diamanten neerleggen. Kijk dan, kijk waar Willem staat. Je ziet hem amper. En daar zou je de diamanten neerleggen? Nou, ja. Klinkt echt als een... Oh, kut! Dat zou wel een goeie zijn. Als je ze daar neerlegt, dan gaan ze echt niet kijken. Nee. Nee. En dan alleen later weet je het is, dan moeten we wel iemand achter hebben die voor andere eenheden...
Daarna mag niemand hier zijn. Ze moeten niet zien dat we hier even uitgestapt zijn. Dan ja, je, precies. Kijk, weet je, iemand kan ook gewoon hier hiden. Dat één iemand wel achter op een motor gaat. Dat één iemand hier gewoon blijft. Ik zou... Maar dat je de diamant snel geeft, zeg maar. Nee, dat de diamanten gewoon met de persoon hier blijven. En dat we het later op gaan halen. Ja, goeie. Alleen, wij moeten sowieso wegkomen, weet je. Met of zonder diamant. Dat klopt. Alleen, ik denk als je hier iemand zet, dat ze daar en niet achter komen. Ze gaan daar niet kijken. Als je daar achter die buis zit, dan zien ze je sowieso niet. Nee. Zeker niet als je met snelheden van 40, 50 gaat. Zien als je zelfs gaat liggen. Dat ziet er helemaal niet. Ja, ik wou net zeggen, je kan gewoon natuurlijk gewoon... Liggen. Met diamanten in zijn je kan natuurlijk gewoon zo op de grond gaan liggen. Gaat lekker in het modder hier. Je tas in het donker zetten. Nee, dat is wel goed. Wat is die kant op dan? Ja, niet heel veel. Dan krijg je een treinstation, een splitsing naar een treinstation. Maar ja, dan ga je in het station van een trein. Misschien is het wel een trein. Misschien dat we kunnen uitplannen dat er dan geen treinen rijden. Metro's rijden, weet je. Maar nou, krijg je toch een last. NS die stopt zo hoor. Als je gewoon even één iemand op het spoor gaat zetten, dan staan gelijk voor een uur de treinen stil. Oh. Ja, het is wel zo. Ja, dat nee, maar niet dat iemand voor het spoor moet geduwd worden, maar gewoon letterlijk iemand erop staan. Ja. Weet ik wat, een verward persoon of zo, weet je. Dan stoppen die treinen, maar ik bedoel niet te voorspringen. Maar willen we het risico lopen dat we iemand daarachter laten boven? Dat is zeg maar, want wij moeten sowieso wel wegkomen, hè. En stel wij komen dan weg en ze komen achter hem, nou, dan heel leuk, maar dan is het diamant. Dan heb ik liever dat we die diamant hierboven leggen en dan gewoon doorrijden. Ja. We kunnen niet halverwege omhoog zijn als we juist achterkomen. Nee, er is geen andere kant. We kunnen de treinspoor pakken, maar ja, dat is het enige staan. Stel dat er geen motoragenten achter ons aankomen, dan hebben we gewoon vrije spelen en knallen we gewoon een paar mensen naar daar en dan knallen we gewoon een paar mensen naar hier. Ja, maar die andere kant op waren splitsing met treinstation, hè? Ja, dus dan zou je dus moeten kijken of je het treinverkeer stil kan leggen. Dat kan op zich redelijk makkelijk. Kijk, daar staan ze hoor. De autootjes, de Luma en de G-klasse. Willem! En weer terug naar oudsher. Omhoog gaat makkelijker dan naar beneden, voor mijn gevoel. Top. Oké, nu gewoon weer loesten hier. Waar gaat Mees nou heen? Die gaat weer naar boven. Mees heeft er zin in. Nee, wij weten in ieder geval wel onze mogelijke opties. Nou, er zijn waarschijnlijk nog veel meer opties dan wij we gezien hebben. Precies. Willem! Oké, waar nu heen? Ik denk dat dit wel... Of wil je nog plannen, nog meer planning doen? Nee. Ik denk voor nu af. We gaan nu eerst een plan uitwerken. Het moet niet te verdacht lijken. Dat. Moet je bij je auto afzetten? Doe maar. Goeie, goede zaak. Oh, die fietsen is altijd hier, jongen. En die mensen die over en nee, pas eens op, joh. Het is ongelofelijk. Het plan is nu dat we gewoon even een tijdje nadenken, plan maken en zo. Voordat we nu iets weer gaan doen. Kom dan. Kijk, ze vechten, jongen, die twee. Oh. Tot ziens, jongens. Fuck jou.